Zeg Peter en Inge, dat is wel heel gezellig dat gesprek van jullie, maar als het nou over internationaal gaat en vooral over de inhoud, zal ik het dan toch maar even overnemen. En ik heb bovendien een heel aantal mensen die daar toch iets over zouden willen vertellen. Laten we nou daar eerst eens even naar kijken. Ik ben Tanja Klip, dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe. Graag wil ik u iets vertellen over waarom ons waterschap actief is in het buitenland. Want eigenlijk ben je als waterschappen op drie manieren actief in het buitenland. Bij acute rampen en tegenspoed, zoals onlangs natuurlijk in Zuidwest-Engeland. We zijn gekoppeld vaak aan hele actuele projecten op het gebied van watersysteem of waterketen. Vaak ook in relatie tot de Millennium Development Goals. En in de derde plaats zijn we betrokken bij het organiseren van de watersector in het buitenland, waar dat nog niet zo is. Dus met nadruk op de governance. Hoe organiseer je dat? Maar we brengen niet alleen, we halen ook. Want wij krijgen medewerkers uit het buitenland terug die hun kennis verdiept hebben en extra gemotiveerd zijn. Omdat zij in dat buitenland uitgedaagd worden hun kennis op een creatieve manier en in een vreemde omgeving toe te passen. Maar niet onbelangrijk zijn we ook vaak wegbereider voor het Nederlands bedrijfsleven. En dat is weer een directe link met de topsector water, waar we dus als waterschappen ook een belangrijke rol bij spelen. De waterschappen spelen een buitengewoon belangrijke rol in de hele ontwikkelingsagenda. Dat doen ze met eigen budgetten, met eigen middelen. Dat doen ze succesvol. Een land als Zuid-Afrika, maar veel andere landen, die profiteren daarvan. En het is een hele goede ontwikkeling dat de waterschappen nu ook een coördinatiepunt voor die hulpinspanning hebben gericht. Dus daar zou ik u alle graag mee willen feliciteren. Als heemraad van Waterschap Zuiderzeeland is mij gevraagd om iets over waterschappen internationaal te vertellen. Er is ook heel veel vraag naar onze Nederlandse waterschapsexpertise. Zeker net na een grote overstroming, bijvoorbeeld zoals we die recent in Engeland hebben gezien. Als waterschappen in Nederland hebben in het kader van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen ook een verantwoordelijkheid om onze kennis en expertise met anderen te delen. En dat doen we ook. We hebben ook een NWB-fonds dat ons daar financieel bij ondersteunt als we op missie naar een land gaan. Ons eigen waterschap Zuiderzeeland is onder andere actief in Ethiopië. Het is een prachtig land. Een land ook dat sterk in economische opkomst is, maar waar het waterbeheer nog in de kinderschoenen staat. Nou, wij zijn daar een aantal jaren geleden gestart. Samen met Vitens Evidence International en met drie andere waterschappen. Om via kennisuitwisseling en via een project dat ging over meten en monitoren de oppervlaktewaterkwaliteit en de drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Maar de regering vroeg ons daar ook al snel om te assisteren om de water governance op een hoger planniveau te brengen. Ballast-Nedam is een grote aannemer in het midden van het land, die al sinds jaren actief is in verschillende sectoren, onder meer in de watersector. Dat is een sector waar we ons met name vertrouwd in voelen in het buitenland. We hebben heel wat waterzuiveringen gebouwd inmiddels in Ghana, Gambia, kijken ook inmiddels naar Azië. Wij zouden heel graag naast dat wij het bouwen van zuivering ook de zuivering gaan onderhouden en zelfs helemaal gaan opereren. Dat kunnen wij op dit moment niet, omdat wij daar zelf onvoldoende kennis voor hebben. Wij hebben geen verstand van het runnen van een plant, zoals we dat dan in onze aannemerstermen noemen. En de waterschappen, de mensen bij de waterschappen hebben juist die kennis wel. Daar zitten mensen die kennis hebben van hoe je nou een zuivering goed beheert en hoe je nou zorgt dat het afvalwater ook echt schoon wordt. Nederlandse kennis en kunde is al jaren een belangrijke pijler en bekend wereldwijd op het gebied van water. Ons marktaandeel echter is veel kleiner dan dat zou moeten zijn. En door samenwerking zouden we dat marktaandeel willen kunnen vergroten. Die delen van kennis en kunde die bij u aanwezig zijn, het beheer en onderhoud, de governance, de maintenance, de techniek,
Die onderdelen die zult u aan de Nederlandse BV ter beschikking moeten stellen. En ons verzoek aan u is dan ook om die deuren verder open te zetten. Niet alleen omdat u daarmee de BV Nederland helpt, maar ook als een soort verdediging naar de toekomst. Hoe kunnen wij onze kennis en kunde in Nederland op dit pijl houden als we alleen in onze eigen cocoon bezig blijven? Een heel mooi voorbeeld van dat laatste is het Nereda-project. Als waterschap Vallei en Veluwe waren wij daar launching customer. Die nieuwe manier van zuiveren is ontwikkeld samen met natuurlijk het bedrijfsleven, in dit geval Royal House Koning DHV, en de kennisinstellingen, de TU Delft en onze eigen STOA. De samenwerking in die befaamde Gouden Driehoek. En wat zien we? Dat nieuwe zuiveringsproces en de daarbij behorende installatie neemt minder ruimte in, kost minder tijd en kost vooral 40% minder energie. Ongelooflijk belangrijk voor heel veel plekken in het buitenland. En hoewel ze misschien nog niet als warme broodjes over de toonbank gaan, spint het bedrijfsleven commercieel garen bij deze nieuwe zuiveringstechnologie. Nederlandse bedrijven hebben het niet makkelijk op dit moment, dat weet u. En veel van die bedrijven zoeken hun heil in het buitenland. Daar hebben wij de kennis en kunde van die waterschappen voor nodig. Want u heeft dat deel van die kennis, die wij samen vergaard hebben, in uw handen. Daar zit u op. En wij willen daar graag gebruik van maken. Maar het is niet alleen een kwestie van brengen. Het is ook zeker dat we daar halen. En in de zin van dat we er zelf ook wat van opsteken. Onze medewerkers bijvoorbeeld, die komen vaak heel geïnspireerd terug. Bijvoorbeeld raken ze geïnspireerd op het gebied van innovatie in de waterketen. Daar ligt nog geen miljarden aan riolering in de ondergrond in de grote steden. Zeker ook niet in het buitengebied. Staan ook geen grote zuiveringen, haast nog niet. En ja, dan moet je naar andere innovatieve, kleinschalige oplossingen zoeken die bijvoorbeeld ook energie opwekken. Nou, daar kunnen ze hier ook weer iets mee in Nederland. Wat wij heel graag zouden willen, is dat wij samen met de waterschappen op kunnen trekken richting het buitenland. Samen projecten doen, niet alleen maar dingen bouwen, maar ook onderhouden, waterzuiveringen, volledig runnen, zodat je echt zuiver water kunt leveren aan mensen in Europa en in de rest van de wereld. En daar hebben wij de waterschappen voor nodig om daar samen in op te trekken. De samenwerking die we al hebben rondom de ontwikkeling van de Nereda-technologie. Die technologie die hebben we in het verleden samen ontwikkeld. De waterschappen, de kennisinstituten, de adviesbureaus. En op dit moment is de bijdrage die Vallei en Veluwe levert door al die gasten voor ons te ontvangen van extreem belang om internationaal die propositie beter neer te zetten. Dat betekent voor ons dat die kennis en kunde beschikbaar gaat zijn. Dat u die kennis en kunde ontsluit voor ons en dat u samen met ons Nederland in de wereld beter neerzet. We hebben als Nederland iets unieks te bieden. We hebben niet alleen de techniek en de kennis in huis, maar ook de governance. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat we als waterorganisatie samen met elkaar optrekken in het buitenland. Nog meer dan dat nu al gebeurt. En dan denk ik aan de waterschappen internationaal. En de meesten die mij kennen weten dat ik daar een groot pleitbezorger voor ben, al jarenlang. Dat we één voordeur hebben, één loket, waar ook onze partnerorganisaties in binnen- en buitenland aan kunnen kloppen, zodat we ook herkenbaar zijn. We doen het als waterschappen dus goed. Maar het kan nog beter. En daarom vind ik het ene loket, wat de Unie nu gaat inrichten, een ongelooflijk goed idee. We bundelen namelijk onze internationale waterschapskennis en we bundelen bovendien onze krachten. Hier komen aanbod en vraag heel duidelijk samen. Dus, kort samengevat, door nationaal te organiseren, door het nationaal organiseren van ons internationale waterwerk, kunnen we nog meer bereiken. En dat betekent twee dingen. Dat betekent mondiaal onze verantwoordelijkheid nemen als waterschappen. Maar het betekent bovendien dat we nog meer kansen voor ons Nederlandse bedrijfsleven kunnen creëren. Ook in de nieuwe agenda van minister Ploemen voor hulp en handel, de combinatie van hulp en handel, is denk ik een hele belangrijke rol voor de waterschappen en voor de private bedrijven weggelegd. Wij zijn als ministerie van Buitenlandse Zaken
heel erg voor publiek-private partnerschappen. Het gaat dan om het delen van kennis, maar ook om het exporteren van kennis. En dat is goed voor de Nederlandse economie. Dat is ook heel goed voor de economie van derde landen.